vorm en inhoud prachtig op elkaar aansluiten en de subtiele gewaagdheid vertonen. Een uitzonderlijke tijdloze roman, die hopelijk aan het begin staat van wat een prachtige oeuvre belooft te worden van een schrijfster in hart en nieren. Dorstvloer Volker van. Precies een jaar geleden, toen zou ik dit boek, dat was net af en het ging richting de drukken nog net niet. En ik was toen in een enorm dilemma of ik het wel zou moeten doen toch, of ik het wel moest publiceren, want ik wist gewoon, daar gaan mensen toch wel moeite mee krijgen. Omdat ik dingen zeg die niet iedereen graag uitgesproken ziet. En het heeft heel goed uitgepakt. En ik wil eigenlijk iedereen bedanken die daar op een of andere manier een bijdrage aan heeft geleverd. En dat is natuurlijk de uitgeverij geweest. Ik wil eigenlijk ook mijn familie bedanken, ze zijn hier niet. Mijn broertje zou hier zijn, maar die moest inkuilen. Dus die komt later. Want het is heel mooi weer. Maar ik wil hen ook bedanken voor het feit dat ze zo goed met mijn boeken zijn omgegaan. Het is voor hun best wel, ik bedoel, ik heb hun milieu beschreven. Zoals ik ook in het filmpje zei, het zijn zij niet. Maar heel veel mensen denken wel dat het gewoon over hen gaat. En dat is voor hen best wel lastig geweest. Maar uiteindelijk hebben ze het allemaal, vinden ze het ook heel leuk voor mij dat het zo'n succes is geworden. En ze gaan ook mee, als ik in Zeeland een literair avondje heb, dan gaan ze ook met me mee. En dan vinden ze het ook nog wel leuk. Dus ik ben echt heel blij dat het zo is gegaan en dat het zo is uitgepakt. Okay. Ja, dankjewel.